Hallo, welkom bij deze webinar van vandaag. Volgens de planning starten we zo rondom 11 uur. Ik wacht altijd nog heel even tot er een aantal mensen binnenkomen. Ik ben wel benieuwd of jullie mij inmiddels allemaal horen. Ik heb jullie microfoons automatisch uitgezet, zodat er geen achtergrondgeluid naar binnen komt. Deze kun je ook zelf niet unmuten. Je kan wel in de chat aangeven of je mij hoort of niet. Ik heb uiteraard daar straks nog iets extra aan informatie over. Nou, nogmaals, dus welkom bij deze webinar. Mijn naam is Guido Tits. Ik ben consultant bij Cadix. En ik heb een achtergrond uit de bouw en architectuur met diverse BIM-pakketten gewerkt, waaronder Revit, diverse bibliotheken, templates gemaakt. En ik dacht dat dit thema wel een interessant thema is om jullie ook aan te leren om eens eventjes wat extra tips en trucs bij het maken van sheets te vertellen. Wat betreft Zoom, je kan via de knop met de audio, mute. Dat werkt op dit moment niet. Maar als je daarop klikt, heb je wel test, speaker en microfoon. Mocht je mij niet horen, dan kun je het daar testen. Dus test, speaker en microfoon, daar zou je dat moeten kunnen testen. Ik zie dat een aantal nog niks horen en anderen wel, dus test, speaker en microfoon. En dan zou het goed moeten zijn. Probeer anders eventjes opnieuw in te loggen of kijk of de audio via de goede weg gaat. Verder kun je uiteraard altijd de video starten. Hoeft niet per definitie, maar kan wel interessant zijn. En ik zou graag willen vragen of jullie via de chat eventuele vragen willen stellen. Let er dan ook op dat je je e-mailadres achterlaat. Dan probeer vragen gedurende de webinar te behandelen. Maar mocht dat niet lukken, dan doe ik dit na de webinar. Dan, wie is Cadix? Cadix is een bedrijf dat diensten levert in de professionele CAD-dienstverlening, computer-aided design. Dus wij doen eigenlijk allerhande CAD-pakketten, geven we training en consultancy in. Daarnaast doen wij ook een stuk detachering. Wij doen dat hoofdzakelijk vanuit Drachten en Utrecht, maar ook door heel Nederland heen hebben we diverse locaties waar wij geregeld een training verzorgen. Wij zijn een Authorized Training Center voor Autodesk en dit betekent dat wij ook certificering hierin mogen uitdelen. Wij werken vanuit verschillende werkvelden, werkgebieden, bouwarchitectuur, werktuigbouw, installatietechniek en civiele techniek. En je ziet ook dat wij altijd proberen om die disciplines volgens kruisbestuiving bij elkaar te brengen. Elke discipline heeft zijn eigen CAD-pakketten. En wij kijken altijd gezamenlijk, hoe krijg je nou informatie uit het ene pakket ook in het andere pakket. Ik ga hier binnenkort ook met mijn collega Michiel een webinar overgeven over de combinatie tussen Inventor en Revit. Ik denk dat dat mogelijk ook wel een hele interessante webinar gaat worden. Nogmaals, de instructie voor Zoom en dan ga ik daadwerkelijk starten. Dus even aan de linkerzijde via het microfoontje kunt u test, speaker en microfoon uw audio testen. En daarnaast kunt u via de chat uw vragen stellen. Laat dan ook eventjes je e-mailadres achter. Mocht ik hem niet kunnen behandelen tijdens de webinar, dan zou ik dat na de webinar doen. Tot slot heeft Cadix ook nog, en dat is vrij recent, een supportdesk gelanceerd. In deze supportdesk behandelen wij allerhande CAD-vragen. U kunt volgens een soort prepay systeem kunt u hier consultancy afnemen. U krijgt dan snel een reactie op al uw vragen die u heeft. En dan ziet u ook mooi inzichtelijk hoeveel uren u eventueel al heeft verbruikt. En dit is ook weer voor alle CAD-pakketten. Vandaag gaan we bezig met sheets. En tips en tricks voor de opmaak van sheets. Wij gebruiken hiervoor Revit 2021, de nieuwste versie van Revit. Functies die zullen ook overeenkomen met eerdere functies. Wat gaan wij hoofdzakelijk doen? Het aanmaken van sheets. Hoe plaats je dan ook views op deze sheets? Hoe lijn je dat uit? Wij gaan ook in één keer meerdere sheets gelijktijdig maken. Ik kom even in op het aanmaken van een eigen sheet, inclusief een oversized formaat. Hoe zou je dat kunnen instellen? Het aanmaken van een startview. Welke instellingen zijn daarvoor nodig? En het exporteren van een beeld. Dan moet ik nu switchen naar Revit. En als het goed is, zien jullie nu allemaal keurig netjes mijn Revit scherm. Met hierop de 201 kapwoning van Cadix, waar ik de demonstratie mee ga uitvoeren. Nou, je ziet in dit model dat er een x-aantal beelden al aangemaakt zijn. Deze heb ik uiteraard voorbereid voor de webinar. Een en ander ga ik later nog uitleggen hoe we tot de beelden zijn gekomen of hoe je ze kunt gebruiken. Verder zie je hier een startview. Nou, hoe wij dat kunnen aanpassen en aanmaken ga ik uiteraard ook nog toelichten. Een sheet is eigenlijk een soort printblad. Dus een blad waarmee jij naar de opdrachtgever kan gaan om het model wat je hebt gemaakt te presenteren. Dus zie het als een A4 papier dat je kunt printen of een A3 papier, A2, A1, etc. Waarop je de beelden die je hebt uit je model overzichtelijk weergeeft met relevante informatie, zodat dit ook gebruikt kan worden, bijvoorbeeld op de bouwplaats. Het aanmaken van een sheet gaat in Revit via het tabblad View. En je ziet dan Sheet. Wanneer je daarop klikt, opent hij alle aanwezige sheets in jouw template. En daar kun je één kiezen die je aan wil maken. Deze sheets, dat zijn title blocks. Via nieuwe family kun je deze title blocks zelf ook maken. Andere manier van het aanmaken van een sheet is door in jouw projectbrowser te gaan naar Sheets, rechtermuisknop, Nieuw Sheet. Opent uiteindelijk hetzelfde menu. Nou, voor vandaag ga ik bezig met een kader groot A0, dus die selecteer ik. Klik ik op OK en dan zie je dat er een sheet aangemaakt wordt. Dit is een onderzoek die Cadix heeft gemaakt. Wanneer je de keuze maakt voor een ander formaatpapier, dan zie je onder andere dat de vouwlijnen wijzigen. Dus die worden meer en minder. En ook in deze onderhoek is het een en ander in te stellen. Bijvoorbeeld het formaat en de omschrijving van een blad, projectnummer, etc. Hoe werkt dat dan? Nou, wanneer je in de projectbrowser kijkt, zie je nu mijn sheet dat die A04 unnamed heet. Ga ik naar mijn bladnummer, noem ik die A01. Zie je dat wijzig in de projectbrowser. Hetzelfde geldt voor de omschrijving. Als ik daar demo van maak, zie je het ook in je projectbrowser terug. Andere manier is door rechtermuisknop op je sheet te doen, rename. En ook hier heb je de files number en name. Dat heeft ermee te maken dat in deze sheet labels zitten en die lezen informatie uit. Daarop komen we later ook nog even. Als ik dan bezig ga met het aanmaken van een sheet met een plotblad, ga ik bedenken, goh, wat wil ik hierop laten zien? En voor vandaag ga ik bovenaan een rij met gevels neerzetten. Daaronder zet ik een aantal plattegronden. Ik wil hier de situatietekening met een paar schedules. Het zijn twee woningen. Woning 1, woning 2. Dus die ga ik neerzetten. En ik wil hier ergens een mooi 3D beeld plaatsen. De beelden heb ik al voorbereid. En bij mij zijn dat eigenlijk direct de beelden die ik normaal ook gebruik als werkviews. Je kan eventueel via rechtermuisknop Duplicate View een kopie maken waarmee jij specifieke sets werk- en plotviews aanmaakt. Voor nu is dat niet aan de orde. Wanneer ik dan bezig ga, dan ga ik altijd bedenken van hoe staat het naast elkaar. En ook op die volgorde zet ik het neer. Het is namelijk in Revit zo dat het laatste beeld wat je plaatst, dat bovenaan staat. En je hebt niet een knop waarmee je ze naar voren of naar achter kunt gaan brengen. Ik begin met mijn aanzicht voor. En je ziet dat ik hem eenvoudigweg vanuit de projectbrowser in mijn beeld sleep. Dus voor rechts sleep ik er ook op. Je ziet dan dat hij aan de muis hangt. Ga ik omhoog, zie je wanneer hij op hoogte uitlijnt. Dus door het herkennen van deze gestippelde lijnen kun je beelden naast elkaar zetten op dezelfde hoogte. Een andere manier van het plaatsen gaat vanuit je sheet. Ook weer rechtermuisknop, Add View. Je krijgt dan alle views in jouw project en hier kun je hem ook selecteren. Dus als jij zegt aanzicht achter, Add to View, pakt hij het aanzicht achter ook ernaast. In Revit kun je niet in één keer heel veel views op een sheet neerzetten. Dus je zult dat altijd beeld voor beeld moeten doen. Qua uitlijning zie je dat hij niet snapt op alle elementen. Vaak wel op levels en grids. Die kun je dus gebruiken voor een deel van je uitlijning. Maar verder is het ook soms een kwestie van ver inzoomen en opzij schuiven. Dit kan ook hier. Dus je kan je beeld aanklikken en verschuiven. En wat ik zelf wel mooi vind is om ervoor te zorgen dat mijn ondergrond overlapt. De beelden zelf kun je op twee plekken aanmaken. De eerste is uiteraard door te gaan naar het aanzicht zelf. Dus bijvoorbeeld mijn achteraanzicht. En dat ik hier wijzigingen in mijn opmaak doorvoer. Onder het tabblad Annotate de opties gebruik. Echter kan ik dit ook in één keer vanuit mijn sheet. Hoe doe ik dat dan? Ik dubbelklik op mijn beeld. En je ziet in je scherm gebeuren dat het actieve beeld, je actieve view, dat die eigenlijk gehighlight is. Je ziet dat alle lijnen zwart zijn en de omgeving is grijs. Dubbelklik je er weer naast, ga je uit dit beeld. Dus je klikt erop, dubbelklik in het beeld. Nu zie je dat je wijzigingen kan doen, al dan niet modelleren. Dubbelklik ernaast en je komt er weer uit. Wat je tevens ziet aan de beelden, en ik heb ze uiteraard al klaargezet, is dat ik hierin de crop al heb ingesteld. Nou, wat is de crop? Ik maak hem even zichtbaar voor het linkerbeeld. De crop is tot waar mijn beeld te zien is. Dus zo kan ik een half gebouw afsnijden of juist meer van het gebouw en de omgeving laten zien. Hierin zitten eventueel nog deze tekentjes. En met die tekentjes kun je ook je beeld opdelen in twee elementen. En die twee elementen zou je ook weer bij elkaar kunnen schuiven. Dit is voornamelijk interessant bij details, waarbij je een detail volledig kan maken en dan op kan delen in segmenten. Let er wel op dat wanneer jij de crop uitzet, geeft hij een foutmelding en dan verliest hij ook de volledige crop. Dus zet ik hem dan weer aan, zie je alleen de uiterste en niet meer de opdeling die ik net had. Dus wanneer je dit daadwerkelijk op deze manier klaarzet voor je detailbeeld, verschuif dat dan niet meer al te veel en werk niet zonder dat je je crop aanstaat. Daarnaast is het zo dat wanneer je deze crop weer groter maakt en ze tegen elkaar aankomen, dat ook dan de volledige crop weer weg is. Met Crop Region Visible, Dat vind ik persoonlijk heel prettig. Kun je ervoor zorgen dat je niet alle opdelingen ziet. En dat betekent voor mij dat ik mijn eindresultaat in één keer zie. En niet met allerlei hulplijnen die later toch niet geprint gaan worden. Ik ga nog eventjes mijn laatste beeld hierbij slepen. Nou, en nou weet ik uiteraard net niet meer of dat links of rechts is. Dus ik probeer eens met links. En dan is dat links. Had ik rechts geprobeerd, dan zie je dat deze al op een sheet geplaatst is. Je mag dus nooit twee keer dezelfde view op één sheet. Je mag ook nooit twee keer dezelfde view op een andere sheet. Dit is om te voorkomen dat er dubbelingen zijn. Dus dat er op één sheet informatie is met een bepaalde datum en dat op een andere sheet met een andere datum een nieuwer beeld te zien is. Een mismatch van informatie. Revit wil dat eigenlijk niet hebben. Hiervoor kom ik later op dependent views. Je ziet dat in dit beeld eigenlijk de grafische instellingen gelijk zijn aan de andere beelden, op na dat ik hier mijn levels zie. Ook deze kan ik op zijn plek zetten, al dan niet uitlijnen met de rechterzijde. Doe ik dus door met move. Of met de pijltjes dat op zijn plek te zetten. En dan zie je één beeld met de levels. Ik heb middels een view template. Heb ik alle gevels dezelfde grafische weergave gegeven. Ik heb daar de annotatiecategorieën buiten gelaten. Dus die zijn per view specifiek. Wat is handig aan zo'n soort opzet? Dat betekent dat jij deze levels in één keer helemaal door kunt laten steken. Ik vind het zelf niet mooi als overal in het midden alle icoontjes te zien zijn. En op deze manier kan ik in mijn laatste beeld gaan. Dubbelklik. Ik selecteer een level. En je ziet hier dat deze ook aan elkaar vastgekoppeld zijn. Zie je door de stippellijn. Kun je ook bewerkstelligen door ze weer terug te schuiven. Totdat je zo'n stippellijn ziet. Ik ga deze nu helemaal verplaatsen naar het uiteinde. En dan zie je dat de hoogtelijnen nu wel over het volledige model doorlopen. Vervolgens wil ik hieronder een aantal plattegronden gaan neerzetten. Dit doe ik ook op dezelfde manier. Dus ik sleep mijn begane grond in mijn beeld. En je ziet dat hij hier met vooraanzicht herkent wanneer hij op dezelfde hoogte zit. Klik ik daar, plaats hij het beeld. En je ziet ook dat ik hier een en ander aan opmaak heb. Nou, daar kom ik later ook nog even op terug. Legenda uiteraard wel geplaatst. Ga ik dan naar de eerste verdieping, sleep ik die erop. Kun je ook weer herkennen dat die in ieder geval dezelfde hoogte krijgt als de plattegrond ernaast. Met move kan ik de straminen op elkaar uitlijnen verder. Dus als ik zeg, jij moet move op 20 mm staan, 2 centimeter, of op 3 centimeter, nog een centimeter erbij, kan ik dat op deze manier instellen. Heel veel mensen krijgen hier een foutmelding. Heeft ermee te maken dat de optie disjoin aanstaat. Je krijgt dan eigenlijk de opmerking dat hij een soort kopie wil plaatsen. Dus let erop als je met move jouw objecten, je views wil verplaatsen, dat je disjoin uitzet. Ik verplaats deze nog even terug. Ik zet ook even de tweede verdieping op mijn sheet. En ook die met move zet ik hem naar de hoek. Ik selecteer nu met control bij de beelden. En met move verplaats ik de eerste 3,5 centimeter. Ik maak mijn selectie kleiner en verplaats de volgende ook weer 3,5 centimeter. En dan heb ik de beelden naast elkaar staan. De hoogte was al goed omdat die uitgelijnd is. Nou, nu kan ik gaan kijken van wat ik hierna wil doen. Ik ga eerst eens de situatie plaatsen. En ook die plaats ik mooi in de hoek. En ik wou nog een 3D beeld. Nou, jullie hadden in de, het voorbeeldverhaaltje al gezien dat we hiervoor een exploded view hebben gemaakt. Vandaar ook dat ik hier de ruimte hou. En ook die ga ik weer met move een beetje op zijn plek zetten. En je ziet, wat ik veel doe, is inzoomen op de punten waar het kritisch wordt. Ook voor dit beeld zou ik gewoon een basisbeeld ernaast zetten. Zie je weer dat die hoogtelijnen herkent. Dus dan kan ik het basisbeeld op dezelfde plek ernaast zetten. Deze beelden, hoe maak je dat aan? Eigenlijk kies je voor een basisbeeld. Hiervan maak je een kopie. Duplicate, al dan niet met detailing. Je kan hem lokken. Dus dat je zegt, het is een gelokt beeld. Wat betekent dat? Dan kun je niet meer roteren. Is voor het bewerken niet handig, maar om terug te gaan wel. Vervolgens selecteer je datgene wat je omhoog wil zetten. En met de functie Displace Elements kun je dan die selectie omhoog of naar beneden plaatsen. Nou, ik ben mijn dak in dit geval vergeten. Ik heb uiteraard ook een ander beeld. Als jij je verplaatste element dan selecteert, zie je nog de optie Edit, Reset of Path. Nou, met Path kun je uiteindelijk deze lijnen ook neerzetten. Wat ik zelf hierin handig vind werken, en dan ga ik even een paar keer met undo terug, ja, is dat ik eerst mijn beeld een keer lok. Dus dat ik zeg van de oriëntatie is gelokt. Daarna unlock ik hem, zodat ik wel even kan draaien en mijn selecties iets makkelijker kan gaan maken. Dus vanuit dit beeld vind ik makkelijker mijn selecties te maken dan vanuit het andere beeld. Vervolgens ga ik met de, en die mag dan nu in één keer niet. Dus selectie maken. Ik denk dat ik hem net gewoon niet zag. Dak erbij. Ik mag vandaag mijn dak niet verplaatsen in één keer. Displace Elements. Dat je hem dan verzet. Al dan niet met de dakramen erbij. En vervolgens met de paths, de paden erbij doet. Nou, al met al kun je uiteindelijk, niet dit beeld, dat kan ook nog, maar dit beeld maken. Heb je dat dan bewerkt, kun je ook zien dat je uiteindelijk weer door erop te klikken dezelfde selectie weer hebt. Dus dan kun je dezelfde selectie ook aanpassen. Wil je nou weer terug naar jouw oorspronkelijke beeld, klik je op het huisje, Restore Orientation en Lock View en dan gaat die terug naar het vorige beeld. Uiteraard moet je dan eventueel je crop nog weer aanpassen, zodat die er volledig binnenvalt. Nou. Even terug naar het sheet. In het sheet had ik jullie beloofd om ook 2 schedules neer te zetten. Eén van woning 1, één van woning 2. Nou, die heb ik al voorbereid. Dus woning 1 is dit schedule. Woning 2 is het tweede schedule. Je ziet dat hij de titel ook overneemt. Nou, daarnaast heb ik in het schedule zelf het een en ander gedaan met onder andere het font en met de shading van de objecten. En met een filter heb ik ze uit elkaar gefilterd. Dus woning 1, woning 2. Dit is een parameter die ik heb toegevoegd aan het project. Ik heb een tijd terug een webinar gegeven over het maken van schedules. Dus daar zou je eventueel terug kunnen vinden hoe dit werkt. Wat nog wel weer nieuw is in, sinds Revit 2021 is dat de striping ook ingesteld kan worden. Heb je deze dan ook geplaatst? Nou, dan kun je die uiteraard een beetje mooi neerzetten. Je ziet ook dat deze weer aan de voorzijde uitgelijnd worden. Je kan de kolommen breder maken met de controls. Ik vind het zelf fijn om eerst één schedule te maken. Deze vervolgens ook weer te dupliceren. En dan het tweede schedule aan te maken. Wat ik zelf nooit heel mooi vind in Revit is dat wanneer je nu gaat kijken naar de onderhoek, dat er bij de schaal staat as indicated. Heeft ermee te maken dat verschillende beelden erop staan met allemaal verschillende schaal. Dus hier 1 op 100, deze custom 1 op 250. Revit zet dan automatisch as indicated er neer. Ik heb een overschrijving in deze onderhoek gemaakt, waarbij je aan kunt geven, ik wil de schaal automatisch weergegeven hebben of niet automatisch. En dan komt er een Nederlandse tekst als aangegeven. Dit betekent wel dat je nu bij jouw beelden of met tekst de titel en schaal van je beeld moet typen. Yes. Uiteraard kun je dan je tekstgrootte aanpassen naar datgene wat jij wil. 5. Dit is één manier om het te doen. Andere manier heeft te maken met jouw viewport. En de viewports, die kun je selecteren, dan krijg je het titeltje viewport. Je ziet overigens dat doordat ik de levels helemaal heb doorgetrokken, dat die automatisch het bovenste beeld pakt. Dat is bij mij het laatste beeld. Met tab kan ik het onderliggende beeld selecteren. Vind ik zelf altijd wel handig, zodat ik ook weet van welke krijg ik te pakken. Dus de tabtoets, ook hier, heel belangrijk. Via edit type kent zo'n viewport een onderhoekje. Nou, deze heb ik op dit moment uitgezet. Dus ik zeg van ja, die wil ik wel zien. Yes. Kan ik een keuze maken in de verschillende titelblokjes die er zijn. Nou, wat is een titelblok? Hij staat aan. Oké. Dat is eigenlijk een objectje dat automatisch de naam en de schaal van het beeld weergeeft. En die wordt dus ook aangepast naar de schaal. Deze kun je ook verplaatsen. Je selecteert hem en je sleept hem opzij. Hoogtes blijven automatisch uitgelijnd. Dus ook hier zie je weer van ik herken het vorige. En links en rechts kun je hem verplaatsen. Uiteraard moet je dat eventjes overal doen, zodat dat een beetje mooi eruit ziet. En stel je dan voor dat de legenda in de weg staat. Kun je dubbelklikken op het beeld en ook zeggen van nou, misschien moet jij hier staan. Dubbelklik je weer naast het beeld en dan ga je weer eruit. En nu is als aangegeven ook in één keer een interessant veld. Oké. Op deze manier maak je dus een sheet op met opmaak. Nou komt het wel eens voor dat je in één keer meerdere sheets wil aanmaken. Bijvoorbeeld voor verschillende woningen. Nou kun je natuurlijk de hele tijd nieuw sheet selecteren en hem aanmaken. Wat ook kan is als je één sheet hebt aangemaakt, deze kopiëren en plakken. Wat een manier is die niet heel veel mensen weten is dit te doen via een tekeningenlijst. Dus via New Schedule and Quantities kun jij een via View Schedules kun jij een sheetlist maken. Schedules en Quantities uiteraard voor de schedule webinar. Maar sheetlist, open je die, heb je alle opties die er zijn. Dus ook weer door wie is je gecheckt, wat is de sheet name, sheet nummer, etc. Kun je allemaal naar rechts slepen op oké. En dan krijg je uiteindelijk een tekeningenlijst zoals dit. Je ziet hier alle tekeningen die aanwezig zijn in jouw project. Echter, als jij via Insert Data Row hier rijen aan toevoegt, zie je dat niet automatisch daarvoor een sheet aangemaakt wordt. Dus eigenlijk zet je zo een lijst op van nou deze die wil ik straks aanwezig hebben. Dus op mijn A02 blad moet altijd het detail beginnen. Of moet altijd een situatietekening staan. Kun je allemaal vooraf instellen. En uiteindelijk wil je daar ook sheets van maken. Dit kun je doen door vanuit deze tekeninglijst te klikken op Nieuw Sheet. Te selecteren voor welke nummers. En dan ook aan te geven, nou jullie moeten allemaal een A1 blad zijn. Of allemaal een A2 blad. Klik je op oké. En dan zie je dat ze in één keer aangemaakt zijn. Nogmaals, het is niet mogelijk om automatisch ook beelden hier op te zetten. Wat is dan wel mogelijk? Nou, het is mogelijk om bij wijze van spreken per woning een bladopmaak te maken en om dit ook redelijk goed uit te laten lijnen. Dan zeg ik redelijk goed, om dit goed uit te laten lijnen. Hiervoor heb ik zogenaamde dependent views aangemaakt. Wat is een dependent view? Een dependent view is jouw basisbeeld. En wanneer ik hier iets in aanpas, gebeurt dat ook automatisch in mijn normale begane grond. Even ter demonstratie. Zet ik hier met annotate een tekst neer. Voorbeeld. Zie je hem ook automatisch in het andere beeld verschijnen. Nou, normaal gesproken zou dit met tekst uiteraard niet mogelijk zijn. Alleen met tags. Dus dat is een dependent view. Van een dependent view moeten alle grafische instellingen gelijk zijn. Alleen de crop en dergelijke die kan wel anders zijn. Hoe maak ik een dependent view aan? Rechtermuisknop, duplicate view, as a dependent. En je ziet dan dat hij eronder komt te staan. Nou, ik heb dit even gedaan voor een aanzicht voor en voor de begane grond. En dan ga ik even naar blad A02. Daar ga ik opslepen aanzicht voor van woning 1 en begane grond van woning 1. En dan zie je, die twee kunnen keurig mooi met elkaar uitlijnen. Nou, als ik nu ga naar mijn andere blad A03 en hierop sleep woning 2 en andere woning 2 plattegrond. Kan die uitlijning wel weer helemaal goed. Alleen vind ik het zelf wel mooi als mijn linkerzijde, bijvoorbeeld dit stramien, stramien 1, gelijk staat als stramien 3. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Daarvoor gebruik ik een guidegrid. Een guidegrid kun je aanmaken via View Guidegrid. Je ziet dat ik al twee guidegrids heb aangemaakt. In principe kun je hem gewoon een nieuwe naam geven. En ook die naam aan laten sluiten op datgene wat hij moet laten zien. Ik noem even 50 mm. Oké. En dan zie je een hele soort rasterpatroon op jouw blad komen te staan. Je kan de spacing instellen. Hier links is een instance parameter. En ook met move kun je dit weer op een plek zetten. Nou, heel mooi Guido. Maar hoe krijg ik dit nou ook op mijn andere beeld? En wat kan ik er dan mee? Nou, wanneer ik naar mijn andere blad ga, zie ik onderaan guidegrid. In dit geval staat hij op non. Drop-down menuutje. Kan ik hem op 50 mm zetten. En dan zie je eigenlijk hetzelfde guidegrid. Je ziet ook dat de uitlijning op dezelfde positie is. Pas ik nu in mijn andere blad aan wat hij laat zien, zie je dat ook terug in dit blad. Nou, op deze manier kun jij ervoor zorgen dat bijvoorbeeld stramien 1 op deze kruising komt te staan. Ik selecteer beide beelden, move. Let er even op dat disjoint niet aanstaat. En je ziet dat ik het snap point pak. Nou, nu weet ik dat stramien 1 op die positie valt. In mijn andere beeld zie je dat dit niet het geval is. Dus dat stramien 3 in dit geval niet op diezelfde plek staat. Maar ook met move, stramien 3. En ik vind het soms fijn om even eerst verkeerd te plaatsen. En dan daarnaartoe. Ook mooi op die plek staat. Qua hoogte is het wat lastiger. Qua hoogte kan ik nu met mijn pijltjes toetsen dit een beetje zo gaan proberen. Uiteindelijk zal het verschil, zeker als je een beetje ver inzoomt, ook niet heel verschillend zijn. Maar vaak ga ik hiervoor in mijn beeld en zorg ik dat ik in ieder geval de levels zie. In dit geval doe ik het even door Reveal Hidden Elements. Het is namelijk een verborgen element. Ik kan hem uiteraard ook in mijn View template laten zien. Datzelfde moet ik straks uiteraard in dit beeld doen, of nu al. Zodra ik uit het beeld ga, blijven die verborgen elementen wel zichtbaar. En dan kan ik een punt, bijvoorbeeld ook weer stramien 1, met een bepaalde hoogte, hoogte nok, op deze lijn zetten. En dan zie je dat dat 5 centimeter van de bovenkant is. Want dat was uiteraard het guide grid dat ik ingesteld had. Nou, ditzelfde kan ik hier doen. Lijkt het al aardig gelukt. Dus ik ga hem eerst weer verkeerd zetten. Ik ga weer op zoek naar het snappoint. En die snapt dus op deze datumelementen. En vervolgens zet ik het op zijn plek. Even weer reveal inner elements uit. En dan is dit ook weer mooi zichtbaar. Nou, vervolgens vind ik het zelf niet fijn dat die hierbij zichtbaar is. Ik kan uiteraard zo'n element deleten, maar dat is niet de manier om hem uit te zetten. Dat doen we via guide grid none. Is hij niet meer zichtbaar. En hier hetzelfde, guide grid none. Nou, dat is dus de manier hoe je ook meerdere views met elkaar uitlijnt. Andere manier die wel gebruikt wordt is via annotate detail lines plaatsen. En die te kopiëren en plakken op de plek, maar dan op een andere sheet. Oké. Nou, deze onderhoek, die is al zo ingericht dat eigenlijk in de achtergrond allerlei parameters lopen. Breedte, hoogte, etc. Zodat ik ook dit kan aanpassen. Nou, dit is niet altijd het geval. Daarom wil je ook wel eens zo'n onderhoek aanpassen. Dat doe je door hem aan te klikken. Edit Family. En daar kun je je family aanpassen. Nou, mochten de parameters er niet bij staan, kun je elementen met move hier verplaatsen naar links en rechts. En dit is ook eigenlijk de manier waarop jij oversized formaten krijgt. Dus let erop dat je dan in jouw family die afmetingen instelt. Verder zie je hier de onderhoek. En in deze onderhoek zitten ook een aantal parameters. Nou, hoe maak je dat nou aan? Via create label. Zijn een aantal labeltypes. Je klikt erop en dan kun je hier zien welke parameter wil je uit laten lezen. Dus wil ik de schaal uit laten lezen of wil ik een formaat uit laten lezen of door wie die getekend is. Mocht de parameter die jij wel wil laten zien hier niet tussen staan, dan kun je via een nieuwe parameter, add parameter, ook eigen shared parameters toevoegen. Als je dit doet vanuit je shared parameter file middels select een parameter toevoegt, let er dan op dat je in Revit, ga ik even terug naar Revit, ook via manage en dan hier de projectparameters, mijn icoontjes zijn wat kleiner geworden, projectparameters, diezelfde parameter toevoegt. Nou, op die manier kun je je hele sheet naar jezelf toezetten. Wat is hier verder nog gebeurd? Nou, de onderhoek staat nu een logo. Stel je voor ik wil daar geen logo, zou je die ook als leeg logo weer kunnen geven. Dus zo heb je op een heel eenvoudige manier eigenlijk een optie om, ook als jij onder meerdere vlaggen opereert, die onderhoek te wijzigen. Uiteraard staan al dit soort dingen ook bij ons in de basistraining. Komt dat naar voren. Hè? Of kun je in ieder geval ook naar vragen aan onze docenten. Nou. Hoe gaan we nou beelden exporteren? Kun je via file export doen. Dat is uiteraard één manier. Maar meer bekend is via print. Of ctrl-p. Je opent dan dit menu. Let er ook op dat je hier je instellingen allemaal goed doet. Wat is in ieder geval handig om te doen? Je kan nooit in één keer meerdere formaten, zoals ik hier bijvoorbeeld heb, tegelijkertijd exporteren. Maar je kan wel sets aanmaken. Dus stel je voor, ik wil een nieuwe A2 set aanmaken. Of A1 was het volgens mij. Dan kan ik zo'n set middels save as opslaan. A2 of A1. Komt daar later dan nog eentje bij, kan ik hem ook weer opnieuw opslaan. Dus nog één keer. Je bent in je beeld. Ctrl-P of File Print. Opent zich dit menu. Stel je goede printer in. En hieronder kun je aangeven van welke beelden wil je allemaal exporteren. Nou, hij geeft alle views weer. Je kan hier ook gewoon in één keer selecteren. Ik wil deze sheets. Kun je opslaan. Uiteindelijk moet je uiteraard ook de setup goed doen. Vector- en rasterprocessing heeft met name ermee te maken hoe goed de beelden naar voren komen. Evenals de quality van je instellingen. En let erop dat je je papier ook in het midden stelt. Via size kun je overigens nog de afmetingen instellen. Hieronder is het verder belangrijk om ook dingen als reference planes te verbergen. Anders komen deze wel automatisch naar voren op jouw printbladen. Nou, klik je dan uiteindelijk op OK. Kan hij ook in één keer losse bestanden maken of een boekje maken. Op die manier kun je vrij efficiënt in één keer beelden exporteren. Nou, tot slot nog even het instellen van een startview. Jullie zien hier een startview. Deze heeft ook mooi hetzelfde titelblokje gekregen. Je kan dat instellen, edit type, titelblokje. In dit geval zegt hij show title yes. Als ik zeg alleen maar als er meerdere viewports op één sheet zijn. Apply. Dan zie je dat hij het hier niet doet, maar wel in de voorbeeldbestanden. Nou, hoe maak ik nou zo'n startview en hoe zorg ik er ook voor dat ik hem eigenlijk verder niet echt ergens zie? Ja, hier, mijn 3D-beeld startview. Nou, dat heeft een soort van schakering aan componenten. Het eerste is gewoon het aanmaken van een nieuwe sheet. En wij hebben specifiek één voor de startview. Klik je op OK. En dan zie je hem ook hierin verschijnen. Nou, je kan via rename, daar ben je, hier ook een bepaalde naam aangeven. Dus ik ga hem eventjes Z01 demo start, anders ben ik hem automatisch kwijt. Demo start, ik ga het even kopiëren. En dan zie je hem hier terugstaan, hieronder. Sleep ik daar nou een beeld op, dus bijvoorbeeld mijn 3D view 1. Heb je daar dit beeld, kun je uiteraard weer zo opmaken zoals je zelf wil. Je kan ook hier weer alle uitleiding doen. Let er even op dat je zo'n beeld ook groter en kleiner kan maken. Dit doe je middels de size crop. Size crop kun je of je field of view weergeven. Nou, dan wordt je beeld, krijgt eigenlijk aan de zijkanten wat meer lucht, wat meer ruimte. Of je kan hetzelfde beeld verschalen. En als je hetzelfde beeld wil verschalen, dan kun je bijvoorbeeld instellen dat deze 180 breed wordt. En dan berekent hij automatisch wat dan de hoogte is die erbij hoort. En dan zie je ook dat dat beeld iets groter wordt. Dit geldt alleen voor perspectivische beelden. Dus als jij beelden hebt zoals deze doorsnede. Die is niet perspectivisch. Die kun je alleen maar via de schaal aanpassen. En dan is de optie custom. En dan zeggen dat het 1 op 198 is, omdat dat perfect past op jouw blad. Soms wel het makkelijkste. Nou. Verder is de opmaak hier dus hetzelfde als een normale sheet. Hoe stel je dit nou in als jouw startview? Daar begonnen wij mee. Nou. Hoe je dat doet is als volgt. Via Manage zie je eigenlijk aan de rechterzijde Manage Project. Daar staat Starting View. En nu denkt iedereen, ach ja. Nou, zo eenvoudig is het ook. Dus je klikt erop en je selecteert het beeld dat jij wil als startbeeld. Demo Start 1, Z01. Oké, en dan wordt dat ingesteld. Kijk, dat kan ik natuurlijk alleen laten zien als ik hem straks even opnieuw open. Nou zul je afvragen van, goh, maar waarom zie ik dan dat andere beeld hier niet terug? Dat heeft te maken met de browserorganisatie. Sheets, rechtermuisknop browserorganisatie. Je ziet hier een bepaalde sortering. Als ik op edit klik, zie je dat er een filter in zit. En filter by sheet name, die moet niet gelijk zijn aan start view. Dus als ik aangeef dat die niet gelijk moet zijn aan demo start, zul je zien dat demo start hier verdwijnt en start view, mijn vorige, hier terugkomt. Verder is het nu gewoon zodra je hem opslaat dat hij automatisch dat nieuwe beeld overneemt. Deze filter die stel je in zodat niemand zo'n beeld zomaar kan aanpassen. En dit is ook een beeld wat je standaard in je template kunt gaan instellen. Wat daarnaast nog handig is om uiteraard jouw browserorganisatie edit eenzelfde soort filter te geven. Dus dat je ook daar de viewname met dus sta je viewname not equal to en dat je dan ik weet niet hoe die heten, maar de start view eruit filtert. Op die manier kun je ook zo'n beeld niet zomaar aanpassen. Voor je startview is het ook altijd wel handig om deze eventueel te lokken. Daarmee voorkom je dat mensen hem per ongeluk aanpassen. Nou. Sla je hem dan op. Save as project. Of gewoon opslaan. Ik doe eventjes demo 2. Kun je bij opties ook nog een preview thumbnail instellen. Kun je ook zeggen van dat moet het actieve view zijn. Of dat moet die andere start view zijn. Z01. Regenerate. Wordt die geüpdate. Klik je op OK, save. En dan wordt dat opgeslagen. Sluit ik dit eventjes allemaal keurig netjes af. Zie je hem hier ook al in jouw thumbnail openstaan. Uiteraard leer ik jullie altijd aan via openen model, demo 2 openen. En dan zul je zien dat hij straks start op onze nieuwe startview. Nou, dan hebben we zo'n soort beeld aangemaakt. Dus wat heb ik jullie op dit moment allemaal laten zien? Hoe maak je sheets aan? Ja, dus dat je dat eigenlijk gewoon kan via View, New Sheet. Dat je meerdere sheets in één keer aan kan maken via een sheetlist. Hoe plaats je nou views en hoe kun je deze uitlijnen? Let erop dat je bij Move dat je disjoin niet aan hebt. Ga ook zoeken naar juist die uitlijn. Streepjes en ga op zoek naar je guide grid. Maak daar gebruik van. Mochten die dingen niet genoeg hulp zijn, let er dan ook op dat je met detail lines dit ook nog kunt gaan uitlijnen en dat je eventueel die kunt kopiëren van het ene naar het andere blad. Hoe maak je nou een eigen sheet aan? Dat hebben we even kort behandeld. Dus dubbelklik op jouw ondertitel om die aan te passen. Plaats daar nieuwe labels. Maak eventueel via shared parameters eigen labels aan. En let ook hierop dat je het een en ander aanstuurt via formules. Eventueel zijn daar nog wel extra tips en tricks ook bij onze family trainingen voor. Verder hebben we daarna even laten zien hoe je moet exporteren en hoe je ook sets kunt exporteren. En hoe wij een startview instellen. Nou ja, ter afronding, mochten er nog vragen zijn, dan zie ik ze in de chat wel. Ik heb ze tot nu toe nog niet gezien. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de aanwezigheid en ik hoop dat jullie genoeg hebben geleerd. Deze webinar die komt ook nog weer op YouTube te staan, dus daar kun je eventueel het een en ander terugkijken. Mochten jullie uiteraard nog andere tips en tricks hebben, schroom niet om die ook eens te vertellen, want daar zijn we altijd benieuwd naar. Informatie uit deze webinar die komt ook naar voren in onze diverse trainingen en daar kun je ook de docenten uiteraard specifiek naar vragen. Ik zie verder geen vragen die binnengekomen zijn. Nou, mocht je dat nog doen, zet even je e-mailadres erbij. En dan kan ik die eventueel later beantwoorden. Of niet eventueel. Die zal ik dan later beantwoorden. Heel erg bedankt voor jullie belangstelling. En tot ziens, hopelijk in een training of op een andere manier.